Tuurlijk, ik kan die titel kan ik behalen, maar er is ook een hele grote mogelijkheid dat het niet gaat gebeuren. Doe gewoon je ding en dan kijk je wel hoe ver je komt. En ik weet dat dat niet altijd de goede topsportmentaliteit is. In ieder geval sommige mensen vinden van niet. Maar ja, ik denk dat dat juist wel een goede... Want dan leg je ook minder druk op jezelf. Als je het altijd tegen jezelf zegt en het tegen de wereld gaat zeggen, dan, ja, dan word je alleen maar teleurgesteld en mensen het ook echt verwachten. Je doet het gewoon individueel, je moet eigen keuzes maken, je coach helpt je er wel bij, maar uiteindelijk moet je het zelf beslissen. Op een WK ook, je moet het zelf doen, niemand die van mij aan de rechtstuk kan hangen. En daarmee ervaart hij ook denk ik minder druk van buiten. Hij heeft een doel voor ogen en daar gaat hij voor. Je wil niet die guy zijn die het precies verpest voor je team, dat wil je echt niet.